Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전. Zijn er team van de Game Kings? Ik heb een aantal vragen voor je. Ja. Hoeveel editie van de showcase is dit nou namelijk? Dit is de tweede keer dat we showcase doen in deze vorm in ieder geval. Gewoon overdags, in een club met bar erbij en alles. Maar wel gewoon overdags veel presentaties, dus dit is het tweede jaar. Oké, leuk. Komt er nog een showcase dit jaar of is het maar één keer per jaar? Als het goed is, is dit de enige showcase van dit jaar. En dan natuurlijk in oktober weer First Look. En dat is een beetje zoals het de afgelopen tijd gaat. Begin van het jaar showcase en dan eind van het jaar, als het helemaal druk is qua releases, dan komt First Look. En de First Look is er weer in Utrecht? Voor zover ik weet is dat wel het idee, ja. Gewoon omdat het ieder jaar groter is geworden. Sinds 2 jaar weer naar de jaarbeurs, omdat die ruimte echt nodig was. En het wordt eigenlijk alleen maar groter, dus ik verwacht dat ze gewoon sowieso weer in de jaarbeurs gaan zitten. Om daar echt in ieder geval van al die grote hallen gebruik te kunnen maken. Okay. Ja. Een soort van Eurogame Expo wordt het dan, denk ik. Ja, het is wel het idee om het steeds groter en groter te maken. En tot nu toe loopt het ieder jaar hartstikke goed en zijn veel positieve reacties. Dus ook ik denk 2013 is wel echt het idee dat het weer heel groot gaat worden. Ja. Oké, dit jaar ga ik zo naar de First Look toe. Weer als pers. Kijken wat we het nou vinden. Vorig jaar waren we iets teleurgesteld. Dat was een grote zaal. In de games of? Ja, in de games meet. Dat was een grote zaal, maar gewoon iets weinig AAA titels. Dat vonden wij. Ja. Was gewoon veel te doen, er was heel veel ruimte, maar niet helemaal opgevuld. Ja. Zou dit je opgevuld worden, denkt u? Ik hoop het. Het was natuurlijk vooral ook omdat het jaar daarvoor was het allemaal in een kleinere hal wat meer op elkaar gepropt. En het was ook echt heel erg heet toen. Dus het was ook het idee om het nu wat ruimer op te zetten, zodat je in ieder geval wat meer bewegingsruimte had. En dat het niet zo absurd warm was binnen. Het was ook wel dat het eerste jaar in de jaarbeurs was het buiten opeens 30 graden, dus dat hielp niet mee. Maar ik vond het afgelopen jaar binnen veel beter te doen. Maar ik denk dat met hoe het groeit ieder jaar, dat het dit jaar sowieso wat meer opgevuld zal zijn. Ja. Ja, ik ben benieuwd. Het was niet echt een keer, maar gewoon een paar meningen vanuit onze redactie. Dus we zullen zien dit jaar. Ja, ik ben benieuwd wat je ervan vindt dit jaar. Komt goed. Bedankt voor het interview. Veel plezier. Hey.